Ik denk achterkans meer dan 90% dat Adventure World komt en nog een aantal andere heel belangrijke ontwikkelingen in hetzelfde gebied. Daar wordt er al jaren over gesproken, al sinds 2009 zo ongeveer. Waarom gaat het nu wel lukken, Adventure World? Nou ja, omdat op een gegeven moment is het moment dat de economie trekt wat aan. Een Adventure World, maar ook een aantal anderen hebben in de regio, in de Randstad rondgekeken. Die zeggen toch allemaal de mooiste plek om grote nieuwe attracties, grote nieuwe publiekstrekkers neer te zetten, is hier in Zoetermeer bij Blijzo, omdat je daar pal aan de A12 ligt. Je komt aan Randstadrail te liggen en er komt een nieuw NS-station Blijzo bij. Dus het is werkelijk een geweldige vestigingsplek en daar willen wij ook niet zomaar willekeurig welk bedrijf toelaten, maar echt dat reserveren voor de grote publiekstrekkers. En die gaan nu komen.